vind het afsluiten van de winkelstraat vind ik wel een goede zaak. Ik vind niet dat de ouders thuis horen tussen winkel en publiek. Maar dat vind ik ook tussen terrassen hoor ik de ouders thuis. Maar die discussie over de route die er is, om te zeggen van dan ga de Ruizenbergstraat half afsluiten of één richting maken. Dan vraag ik maar af waarom is die keuze gemaakt. Nu mogen de mensen ook al niet parkeren in die nieuwe straat. Dus ja, ze moeten de wagen toch ergens anders dan neerzetten. Dus ja, ik kan me die ondernemers zo goed voorstellen. Want 20 jaar geleden hadden wij precies dezelfde discussie. En toen was de firma Oldham, was toen vuil op tegen dat er dus autoluw werd destijds. Toen is het één richting geworden. Maar dus die discussie is precies hetzelfde als 20 jaar geleden. De opkomst woensdagavond in Gemert was groot met zo'n 70 aanwezigen in het gemeentehuis. In de raadzaal kregen ondernemers, maar ook omwonenden van de Nieuwstraat en omliggende straten uitleg over het pilot Nieuwstraat Autoluw. Centrum van Gemert nog aantrekkelijker maken door samen te zorgen voor nog meer sfeer, belevingen en comfort. Zo had het college van burgemeester en wethouders in Gemert-Bakel in februari van dit jaar al besloten. Rob Poel, regisseur Centrumontwikkeling Gemert, schetst in een korte reden de plannen. Hierna werd door een woordvoerder van het onderzoeksbureau uiteengezet wat de bedoeling van het pilotproject is en hoe ze dat willen doen. Dat er nog veel vragen waren, bleek uit de discussie die ontstond. Bewoners zijn bang dat in de omliggende straten drukker gaat worden met autoverkeer. Ook parkeermogelijkheden blijft een punt van aandacht. Een aantal raadsleden die aanwezig waren heeft zeker huiswerk meegekregen omtrent deze pilot. Maar zoals Rob Poel aangaf was dit het begin van diverse bijeenkomsten en zouden de input van de aanwezigen meegenomen worden. In ieder geval valt mee de hoge opkomst. Maar we hadden ook veel mensen uitgenodigd hè, via een brief en via een aankondiging op de site en in de krant. Maar ik ben vanuit het verleden wel gewend dat je, ja, veel mensen die veel vragen hebben, opmerkingen hebben en dat er ook een, laat ik zo zeggen, gezonde mate van weerstand is. Dat weet je bij dit soort gevoelige projecten. Dit zijn altijd gevoelige projecten. Waar gaat het eventjes over voor de mensen die het gemist hebben? Het gaat over de pilot Autoluw, maar dan moet je eigenlijk zeggen de pilot Autoluwer maken van het centrum van Gemert. En in dat kader willen we de Nieuwstraat tijdelijk gaan inrichten als voetgangers vriendelijke zone. En dat betekent dat we de Nieuwstraat voor een tijdelijke periode gaan afsluiten. Daarna moeten er analyses en conclusies getrokken worden. En dan moet er uiteindelijk definitieve besluitvorming gaan plaatsvinden door het college, door de politiek. Ondernemers waren deze avond ook aanwezig in grote getale. Ook zij hadden veel vragen. Bas van der Laar was er ook, maar wat is BIS? Want hij is daar onderdeel van. Ja, dat is de bedrijfsinvesteringszone van het centrum. Alle bedrijven die investeren daar in om de leefbaarheid en het centrum te promoten. Zodat er meer mensen naar het centrum komen en de winkeliers daar het ook goed hebben. Nou ja, wel leuk als je dan hoort dat men een gedeelte van de Nieuwstraat af wil sluiten. Komen er dan wel meer mensen naar Gemert-Bakel? Ja, wij zijn dus met z'n allen voor leefbaarheid. Maar wij zijn er ook voor dat ondernemers goed kunnen ondernemen. En als ze de Nieuwstraat gaan afsluiten, blijven wij monitoren hoe het met onze ondernemingen gaat. En of het een positieve bijdrage leidt. Als er een negatief effect is, dan trekken wij ook aan de bel namens de ondernemers. Maar wat is nu dan uw mening van deze avond? Want als je dan de reacties hoort, niet alleen ondernemers, ook bewoners. Er is toch een beetje forse kritiek op die plannen. Ja, zeker. Wij zien daar de verdere uitwerkingen tegemoet. En dan zullen wij ook bekijken of onze idealen en onze doelstellingen erin zitten. Is het voor ondernemers dan nog wel fijn om te ondernemen in het centrum van Gemert? Ja, dat zal dus gaan blijken.